Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto een brede band met bewolking boven de Noordzee, maar boven ons land is de bewolking nog dun. Vanochtend in het oosten nog zonneschijn en droog weer, maar vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen het land op. Af en toe regen en motregen, vanochtend dus vooral voor het noorden en noordwesten. Vanmiddag wordt het overal nat en dan loopt de temperatuur op naar 4 tot 8 graden. En de wind waait vanuit het zuidwesten tot westen, is aan zee af en toe vrij krachtig of krachtig, windkracht 6 of 7. Vanavond dan klaart het van het westen uit op, maar langs de kust kunnen nog een paar buien vallen en in het oosten is het tot 9 uur nog nat. De temperatuur gaat dalen naar 3 graden. En morgen is een wisselvallige dag met af en toe zon, maar ook geregeld buien met kans op hagel en een klap onweer. En de temperatuur ligt tussen de 4 en de 6 graden en daarbij staat een matige westelijke wind. Dinsdag is er overwegend droge dag. Het wordt 4 tot 8 graden. Er staat niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Maar woensdag en donderdag gaat het flink waaien en dan is het ook vaak nat. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.